Goed, ik sprak teksten van tekst I. De Odyssee, boek 9, 3, 75 tot 3, 97. De verblinding van de cycloop. Een fragment wat vrij bloedig is en gaat vooral over een oog. En dat wordt nogal in detail beschreven. Je ziet hier natuurlijk meer wat we bedoelen met dat oog. Je ziet de cycloop. Je ziet Odysseus met zijn mannen. Odysseus aan de achterkant, zoals je het zo beschrijft hier. En de mannen aan de voorkant. Maar we zullen straks zien dat dit niet helemaal een correcte afbeelding is. En we zullen ook zien waarom dat zo is. Maar je krijgt wel het idee van hoe het zit. We hadden ook gezien trouwens dat die cycloop met zijn hoofd opzij lag. Weet je wel? Hij braakte bloed uit en brokken vlees. Dus dit klopt allemaal niet helemaal precies, mensen. Hier die wijnding, dat zit natuurlijk wel in. Dat klopt allemaal keurig. Maar dit is niet helemaal correct. Dat gaan we zo zien. De tekst. Kai tot ego, ton maglon hypo, spodu elasa poles. Maar, of en toen, stopte ik een, of de stok, hè, die stok is al eerder gepakt, die paal onder veel as. Hij moet warm worden, hij is al scherp gemaakt en hij moet hem warm maken. En dat staat hier ook, eos termainoito. Op dat een voegwoord, het voorzitter maar voegwoord, plus optatief, dus een finalis, op dat hij warm werd. Dus die punt moet warm worden gemaakt, optatief is finalis. Epessi de panta's heet Tairus Tarsunon. Tarsunon in enjambement aan het begin. Ik bemoedigde mijn makkers. Al mijn makkers, panta's heet Tairus. Epessi, die kennen we wel met woorden, want dat is het ding van Odysseus. Zijn woorden, daar is hij het sterkst mee. Opdat niet iemand, metis, anaduia, optatief is auristus, finalis obliquus. Want hier, nou, meer moet je eigenlijk een cognitief hebben, maar omdat natuurlijk de hoofdzin in de verleden tijd staan, tarsunon, moet je hier een optativus hebben, een obliquus. Maar eigenlijk, finalis, opdat niet iemand weg zou duiken aan het duij, zich zou onttrekken, hypodeisaas, omdat hij bang was geworden, participium auristus met een ingressieve betekenis. En mooi, geeft eigenlijk alleen maar een versterking, opdat me daar niet iemand, dat me is eigenlijk een dativus ethicus, zo heet dat, geeft alleen maar versterking van de hele zin. Dus geen meerwerkend voorwerp. Dat niet iemand me daar zou wegduiken omdat hij bang was geworden. Dus daarom ging ik ze moed inspreken. Maar toen de stok van olijfhout, paal van olijfhout, hij mocht als Elaïnos, en Puri in het vuur in men op het punt stond om te gaan branden, hapsestai, infinitivus futurum, te zullen gaan branden, spoedig, maar toen die stok van olijfhout in het vuur spoedig op het punt stond te gaan branden, of spoedig te gaan branden. Chloros perion, hij per met een participium is, hoewel hij groen was, vers was, het is een levende tak, het is geen dode tak, die gaat meteen in de fik natuurlijk, maar deze is levend, dus hij wordt wel heel erg warm, dat hij toch gaat branden natuurlijk. En die efeinetol ainos, en hij ontzettend gloeide, die efeinetol, heel erg warm was, het wordt spannender en spannender, 380, Kai tot egon, asson veronic puros. Toen droeg ik die stok, die paal, dichterbij, asson, comparatief bijwoord, dichterbij uit het vuur. Amphide hetairo histanto. Histanto, injabement, imperfectum histamai, ze gingen staan. Amphi hoort erbij, en tmesis natuurlijk weer, gingen mijn makkers rondom mij staan. Maar Tarsos en de pneus in megadaimon. En, moet ik zeggen. En een godheid, een daimon. En de pneus in blies in. Bij hen moet je aanvullen. Tarsos mega, grote moed. En een daimon, een godheid, blies hen grote moed in. En zij, hoi men. Och, mochlon helontes elainon. Hier heb je meer. Mochlon elainon. Net als daarnet. De paal van olijfhout. Helontes van Haireo, Patricia Auristus. En zij, nadat ze opgetild hadden, de paal van olijfhout, oxen epacrooi, scherp aan de punt. Volgende bladzijde. En jawel, of talmooi in een reizan. Dreven ze hem in zijn oog. Of talmooi, keurig in een moment aan het begin van de zin. Want dat heeft natuurlijk nadruk. Dreven ze hem in zijn oog. En in reizen is een auristus
actief. Derde meervoud. Ingeido. Even kijken. En Ingeido. Druk in zijn ductum. In zijn oog. En ik. Egode. Hubert en Erestijs. Dineon. Dineon komt heel vaak voor in dit stukje. Draaien. Ik draaide. En ik draaide. Dus die stok. F. Hubert en Erestijs. Terwijl ik er van bovenaan tegenaan leunde. Deponens Aoristes. Aan de overkant, aan de bovenkant, tegenaan leunen. Zoals wanneer, hey, Holmes Hotte moet je herkennen, Homerus te vergelijken. Zoals wanneer iemand trupooi boort. Even spieken allemaal, trupaus, doorboort, doorboort, door een eon, een scheepsbalk. En die iemand is een aanheer. Zoals iemand, zoals wanneer iemand, een man, een scheepsbalk doorboort, trupanoi, met een drilboor, ook in een momenten, prrrr. Dat heeft de nadruk, trupanoi, met een drilboor. En zij hoorde, en dan te hier, dus een episch te, dat staat er ook naast, dat gebruikt Homerus alleen maar in contexten die algemeen geldend zijn. Heel vaak in Homerus te vergelijken, steeds weer opnieuw. Maar je kunt het eigenlijk niet vertalen, het is ook niet het woordje en, dat is ook niet goed. Het is gewoon het episch te, dat aangeeft dat iets algemeen geldend is. En zij, anderen dus... Hup ei soezin himanti. Zij doen die stok, die drilboor draaien. En er ten, van onderen, himanti met een aandrijfriem. Hap samanoi ekaterde. Nadat ze hem hebben gepakt aan de onderkant. Aan weerszijde, ekaterde, aan weerszijde. Hoe werkt het dan precies? Nou, dat zie je hier. Dat heb ik gevonden bij googlen van vuur en hout. Kijk, dit is een boor. Dit ding. Daar boor je mee in een ander blok hout hier. Dat laat je draaien. En dat kun je doen door zo'n aandrijfriem eromheen te slaan. En aan weerszijde dat ding heen en weer te draaien. Nou, bij Odysseus heb je nu hier twee mannen. En daar twee mannen. Die gaan steeds heen en weer, zodat het ding maar blijft draaien. Dat is een drilboor die aangedreven wordt door een riem. Dit is die riem. Nou, het is allemaal vrij vreselijk. Hapsamer hekateert, dus terwijl ze, of nadat ze hem aan weerszijden hebben vastgepakt. En dat is ook het verschil met het plaatje van het begin. Daar draaien ze hem zonder zo'n aandrijfriem. En niet aan weerszijden staan, ze staan aan één kant, maar in feite staan zij aan weerszijden. Overigens is die aandrijfriem alleen maar in de vergelijking te zien, niet in het echt. Dus ik vergis me net even toen ik zei dat daar een aandrijfriem te zien moest zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ze staan aan weerskanten. En daar draaien ze mee met hun handen kennelijk. Tot het regij, MNS, AI. En hij, tot de, dat staat ook in de woordenlijst, dat is dat ding, die boor, de trupanoi, die drilboor. Tregij die loopt, dus die draait, MNS, AI, voortdurend. Dat kun je je wel voorstellen. Dat gaat maar door. Keihard. Arme cycloop zou je bijna zeggen. Want dat is niet heel fijn. Hostu en aftalmoi pireka mochlon helontes. En nadat zij... Oh, en zo... Hostu aan het eind van de Homerische vergelijking. En zo, die neomen, draaiden wij die drilboor. Ofwel die paal. Daar heb je die paal. De mochlon... Pirekia. Zo draaiden wij die paal met gloeiende punt, nadat we hem opgepakt hebben, Helontes, in zijn oog. Nou, voor iemand die de volgende dag geopereerd gaat worden in zijn bijholte, is het allemaal niet heel fijn. Maar we moeten dit maar doormaken, want het is wel heel beeldend beschreven. Tonde haima pirie termon eonta. En daaromheen, dat is die stok, die paal, Thermon Leonta, terwijl die warm was, droop het bloed. Haima periere, stroomde het bloed. Pantar hoi bleef var amfikai ofuraas huizen aütme. Aütme is het onderwerp. Huizen is de persoonsvorm. De gloed verzengde voor hem hoi bleef var. Bleef vara, zijn ooglid. Rondom, amfi, bijwoordelijk bepaling. Of amfi euzen, kan ook een tmesis zijn. Dus rondom verzengde die gloed zijn ooglid en zijn wenkbrauw, orifaas. Wenkbrauwen. Nou goed, hij zal er maar één hebben, want het is een cycloop. Panta is dan hier in zijn geheel.
acties meer van onzijdig. Wat betreft alles, totaal. Clarence Caillaumenez. Terwijl zijn pupil in brand stond, Caillaumenez geen nieuws absolutus. Participium, presens, medium. Svarion to de hoi puri rizai. En zijn oogwortel. Dat zal daar wel. Oogwortel staat er maar natuurlijk maar één. Dat zal wel het ding zijn vlak bij je neus. Maar goed, dat is bij natuurlijk een beetje problematisch. Hier staan letterlijk zijn oogwortels. Svarion to. Resisten voor hem door het vuur. Zoals wanneer. Hoogste hot, anergal kuis, een smid, een mansmid, ofwel gewoon een smid. Doopt, baptij is een collectieve presens, iteratieve of generaals zonder an. Zoals wanneer, steeds wanneer, een smid, een grote bijl of een dissel, doopt in koud water, ein uratie psychoor, ein is natuurlijk metrische rekking, is eigenlijk en, maar omdat het een lange klinker nodig is, wordt het ein, in koud water. Megala Jagunta, terwijl hij hevig sist. Jagunta hoort dan bij die pelikun of bij die skepanon, die dissel, die hevig sist. Pharmason, terwijl hij hem hard, en hij is natuurlijk die smid, en hard moet met DT, want het is een actieve handeling. Hij hard, dat ijzer, die bijl heeft natuurlijk warm gemaakt, kan hem goed scherp maken, maar als hij warm blijft, dan blijft het natuurlijk een soort zacht materiaal. Hij moet hem hard maken. Terwijl je hem hard, want dan kun je hem gebruiken. Torque auto, sidero, krater, estin. Want dat is de kracht weer opnieuw van het ijzer. Dat hij natuurlijk weer koud is en scherp. Hostusits, ophthalmus, elaine, peri, oog, mochlooi. En zijn oog, 394, siste van hem, dus zijn oog. Zijn oog siste rondom de paal van olijfhout. Smer de Lion gemeke omorxen. En hij schreeuwde luid, Smer de Lion, smartelijk. Met veel pijn. Periage Petre en de rots die galmde rondom. Jage 95. Periage rondom je galmen is weer een tmesis en ook weer terecht natuurlijk hier. Dat is allemaal rondom, hè? Die rots, die grot, die gamde rondom. En Hermes, Deizantes, Apesumeta. En wij, uit angst, Deizantes, nadat we bang geworden waren, Apesumeta, wij renden weg. Maar hij, Xerus, hij rukte eruit, uit zijn oog, oftal mojo, die paal. P. Furmanon, participium perfectum, actiefs enkelvoud, voor bij de grond, die warm, die bevochtigd was, haimati polloi, met veel bloed. Dit is natuurlijk een toestandsperfectum, omdat die paal is nu permanent bevochtigd door dat bloed.